Ballistic Brass. Gepresenteerd door Matthias Michelsen en Adrie Berends. Wat lach je? Ja, ik had mijn microfoon al openstaan. Terwijl jij nog aan het zingen was. Dat geeft toch niks. Ik ben gewoon lekker aan het meezingen. Ik daarom, jij bent weer vrolijk, hè? Sowieso. Tweede keer in februari, weer een avond Ballistic Brass tussen 6 en 7 op Loco FM. Ja, en deze avond ook weer een uur vol muziek, informatie en heb jij toevallig al het cadeautje ontvangen? Nee. Nee, helaas, nog niet. Nou, dan kunnen we dat nog niet. We kunnen natuurlijk wel vertellen zo even wat we uiteindelijk... Wat zo'n uitstelling dan op kan leveren. Ja, ja, dat is wel leuk. Zullen we het nu gewoon vertellen? Mag je ook doen. Ja, dat is wel leuk. Want ik kreeg dus een mailtje, of een berichtje eigenlijk. Het is geen mailtje, maar een berichtje via de website. Van Crescendo Opende, die wij vorige week belden. En of we niet een recentere cd hadden. Omdat die had nummer niet. Wat wij draaiden een beetje goud was. Ja. Ja, ja, dus die hadden wij helaas niet. Maar zij zijn zo vriendelijk geweest om... dat alsnog voor ons te regelen. Dus als het goed is hij onderweg. Jij bent in blijde afwachting. Ik ben in blijde afwachting van de laatste cd van Crescendo Opende. Maar mocht je nou thuis zitten te luisteren en je denkt van... oh, maar ik heb ook nog thuis een cd die ik nog nooit op de radio heb gehoord. Dan, en jij denkt van nou, ik wil hem wel kwijt of wat dan ook. Dan houden wij ons altijd aanbevolen natuurlijk. Maar goed, moet je nagaan wat zo'n... uurtje uitzending kan opleveren. Ja, en vorige week spraken wij natuurlijk ook met de voorzitter van Crescendo Opende over hun Hongkongreis. En nou ja, dat gaan we deze keer niet overdoen. Wel veel ander nieuws en natuurlijk ook gewoon weer de track van de week. Nou, ja, jij zegt veel ander nieuws, maar het is ik kreeg net van onze redactie een berichtje dat het een beetje komkommertijd is op het moment. Oh joh. Ja. Nou, misschien kunnen we even wat nieuwe korpsen die al bekend zijn bij Tap to Delft in ieder geval nog even noemen. Ja, dat hebben we allemaal sowieso in ieder geval gezien. En we moeten stoppen, hè? Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk wel. Nou, ja. Ik wou nog even zeggen en laten we gewoon naar muziek gaan luisteren. Laten we dat dan maar doen. Praten we gaan, verder. Ja, we gaan luisteren naar... Oh, deze cd moet ik hebben. Ik wil de goede pakken. De Belgische... zegt dat goed? Nou, volgens mij, nee, niet de Belgische. De Royal Air Force Regiment is het. Nou, een verschil, hè? Ja, nou ja, dat geeft allemaal niks. België, Engeland, dat is dicht bij elkaar. Links om of rechts om gaan ze. Zij gaan spelen. Mooi, maar Holy Roots.
Ja, de openingstrack van vanavond, dat was van de Royal Air Forces. Ja, met Holyrood. Niet Hollywood, maar Holyrood. Ja. Ja, lekker nou, masje. We hebben al nog zeg wel... ik het zelf. Dat was een leuke opening. Absoluut. Volgens mij hebben we nog nooit gedraaid deze, hè? Nee. Nee. Ja, volgens mij wel. Maar dat geeft niet. Ja, maar goed, in die geschiedenis van bijna 10 jaar. Dus dat is voor mij misschien heb ik hem nog nooit gehoord. Dat zou best kunnen. Bijna 10 jaar, hè? Dat zeg jij. Ja. In ieder geval nog een nieuwsberichtje van AMDG. Althans het orkest hiervan. Het gaat over het Kamper Harmony Orkest AMDG. En zij geven zaterdag aanstaande hun jaarlijkse uitvoering in de Stadsgehoorzaal. Ook de slagwerkgroepen, de majorette, pelotons en de jeugdafdelingen treden op. Kaartjes zijn te koop vanaf €7,50 en het concert begint om 19.30 uur, oftewel 19:30 in de avond. En dat dus in de Stadsgehoorzaal aanstaande zaterdag. Nou, de afgelopen zaterdag waren er ook diverse dingen hier in de omgeving. Zo had Concordia 's ochtends begonnen ze al om 11 uur met solistenconcours. En dat was 's middags ook nog. En zij hadden 's avonds ook nog een jubileumconcert waar zij mede optraden. Want er waren nog meerdere korpsen. Excelsior, Westerholte en Solidea Gloria die traden er ook op. We zullen daar zo dadelijk ook nog even op terugkomen. Het gaat dan over het jubileum van dirigent Marten van der Wal. En ook de Eendracht die had afgelopen zaterdag het Let There Be Praise concert hier in de omgeving. Ben jij er nog geweest? Ik ben er niet geweest. Ja, ik ook niet. Nee, dat weet ik. Ja, hoe weet jij dat nou? Omdat jij s'avonds in één keer bij ons binnen stond. Oh ja, dat is ook zo. Maar dus, alweer vergeten, ik was er ook niet en jij was er ook niet. Nee, ik had repetitie ook voor de tijd. Dat was het probleem. Maar ik weet ook niet hoe het geweest is. Dus mochten mensen weten hoe het geweest is, dan kan dat natuurlijk altijd even op de Twitter gezet worden. @ballisticbras. En zoals gezegd, eerst nog even een stukje muziek voordat we even het verslag van het jubileumconcert van Marten van der Wal zullen laten horen. We gaan luisteren naar een cd die Adrie gekregen heeft. Uitgevoerd door Dio Wille Friso. Kapel wordt het nummer. Ja, hoe zeg je het eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Welke? De een na onderste. Een na onderste. Anchors Away. Die dus.
een leuke tweede track om dit uur te beginnen. En zoals al eerder gezegd, we zouden nog even terugkomen op het jubileumconcert van Marten van der Wal van afgelopen zaterdag. En de dirigent van onder andere Concordia Oldenbroek heeft niet het, of heeft het gevoel dat hij net begonnen is. Bij zijn jubileum stond hij niet zo stil. Maar hij staat toch al wel 30 jaar als dirigent voor diverse orkesten. En zijn huidige drie orkesten gaven afgelopen zaterdag een jubileumconcert in Cultuurhuis de Talter in Oldenbroek. Nou, en Marten van der Wal is in het Friese Wons geboren. En heeft Excelsior Westerholte, nou, Christelijke Muziekvereniging Concordia Oldenbroek en Solideo Gloria uit Heerde nu onder zijn hoede. Nou, hij geeft deze korpsen dus ook wekelijks repetitie. En daarbij staat er dus ook voor de concerten die gegeven worden. En hij geeft wel aan, je bent toch altijd 's avonds aan het werk. En nou ja, dat is ook wel logisch als je drie korpsen hebt. Het is in ieder geval iets wat hem veel energie geeft. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Overdag heeft hij ook nog een baan. Dus hij is altijd wel druk. En die baan heeft ook nog met muziek te maken. Nou, wat de muziek en het dirigeren zo mooi maakt. Je kunt het tot je 80ste blijven volhouden. Voetbal houdt op een gegeven moment op. De muziek niet. Nou, en dat is wel iets waardoor hij nog lang zou kunnen doorgaan. Bij Excelsior Westerholte is Van der Wal het langst actief. Al 18 jaar. En dat is wel leuk, zegt hij. Want je ziet mensen als Ukkepuk binnenkomen. En het uitgroeien tot de voorzitter van de vereniging. Nou, vervelen gaat het de orkestleider niet. Je hoort op een gegeven moment bij de inboeden van een vereniging. En een dirigent blijft gemiddeld 6, 7 jaar bij een orkest en verkast weer. Maar het voelt goed en je probeert het goed te krijgen als het ook wat minder gaat. Ja, hij zegt van je hebt ook hele mooie periodes. En natuurlijk heb je ook wel mindere periodes. Nou, de verenigingen hebben in maart en november vaak een verenigingsconcert. En dan is het altijd wel wat intensiever om drie korpsen te dirigeren. Afgelopen zaterdag werd dus gewoon stilgestaan bij het feit dat Marten van der Wal al zo lang dirigent is van de drie korpsen. En gaven zij dus een jubileumconcert in Oldenbroek. Best bijzonder eigenlijk, hè? Dat je dan 30 jaar lid bent, of lid niet, maar dirigent van zo'n vereniging. Ja, nou ja, sowieso van het hele vak, hè, is hij 30 jaar dirigent. Oh, dat was ja, het. Dus niet zozeer, Excelsior was dus de langste van 18 jaar. Maar daarvoor, dat vind ik ook al lang hoor, 18 jaar. Ja, dat is behoorlijk. Zeker als je weet dat 6, 7 jaar gemiddeld een beetje de houdbaarheidsdatum is. Ja, dan is dat toch enorm lang. Ja, soms vraag ik me namelijk wel eens af van, wat is uiteraard de houdbaarheidsdatum? Wanneer weet je als dirigent van, oké, ik kan gewoon niet meer bereiken bij deze club of andersom als club. Deze dirigent heeft gewoon alles eruit gehaald wat erin zit en is gewoon klaar nu. Ik denk dat het niet heel makkelijk te zeggen is. Nee, het is heel erg afhankelijk van het orkest, van het korps en natuurlijk ook van de dirigent en van het bestuur. Hmm. Dus ik denk dat er meerdere factoren zijn die daar aan bij kunnen dragen. Interessante discussie, dacht ik zo. Daar kunnen we best wel eens een keer een uitzending aan wijden, volgens mij. Dat is wel leuk. Ja, ik zit even te kijken, want we willen ook een nummer gaan draaien van Concordia Oldenbroek. Van de cd die zij gemaakt hebben toen zij 75 jaar bestonden. Dat is in 1999 geweest. En ik zie zo niet staan dat hij toen al de muzikaal leider was van Concordia. Volgens mij was toen nog Hans Slijkhuis. Dat zou heel goed kunnen, ja. Als ik het hier zo zie staan. Maar goed, we gaan er wel luisteren. Ik wil zeggen, toch? Want je hebt een mooi nummer klaargezet volgens mij. Een andere mooie concertmars, geschreven door Jan van der Roost uit mijn hoofd. En nou ja, als ik die twee dingen zeg, dan weten de meesten al wel welk nummer dit waarschijnlijk gaat worden. Wij gaan luisteren naar Arsenal. Thank you.
Arsenal dus door Concordia uit Oldebroek. Ja, vorige week dus ook een solistenconcours gehad. Ik begreep ook dat, maar moet ik even gaan nakijken, dat Excelsior uit Oostendorp ook bij een concours aanwezig was in... Oldebroek? Nee, het Nederlands kampioenschap waren ze volgens mij aanwezig en ze zijn tweede Elburg geworden. Dat zou kunnen. Even kijken. Ik heb hem hier voorbij zien komen als tweet in ieder geval. Dat is wel interessant. Ja. B-slagwerkgroep Excelsior, tweede op het NK Slagwerk. Oh nee, dat was Assen. Dat was zaterdag 8 februari 2014. En voor Excelsior Oostendorp een spannende dag. Het was de eerste keer dat deze groep deelnam in de vierde divisie van een NK Slagwerk. De deelname in de vierde divisie betekende dat de concurrentie van het tweetal volwassen slagwerkgroepen kwam. De lange dag begon om 6:30 al in de ochtend. Ze moesten naar Assen toe. En eenmaal omgekleed moest de vrachtwagen dus daar worden uitgeladen. Toen dat ook gebeurd was, konden alle instrumenten gereed worden gemaakt. En uiteindelijk waren ze ook nog als eerste aan de beurt. Dus kon alles met alle rust worden klaargezet op het podium. En konden ze dus wennen aan de zaal. Nou, en uiteindelijk zijn zij dus een half uur later ook echt begonnen. De supporters waren er en de jury die had plaatsgenomen. En onder leiding van Tim van Klompenburg... Volgens mij heeft hij ook wel meer onder zijn lijn of onderzoeken, toch? Of niet? Ja, het zou wel eens kunnen. Dat is geen onbekende naam in nee ieder geval. Maar goed, zij, de B-slagwerkgroep speelde een viertal stukken met het thema Music of the Mid. Wat hetzelfde thema was als waarmee de A-slagwerkgroep op het WMC in juli voor de dag kwam. Nou, en zij opende met Atlantis Saga en hierna volgt het verplichte werk Three Short Images. En na deze stukken was de spanning er een beetje af. En toen werd het ook wat soepeler voor de mensen. Toen speelden ze nog The Hobbits en het optreden werd afgesloten met Excalibur. En na welverdiend applaus verlieten de muzikanten het podium met een tevreden gevoel. Nou, het vervelendste van de dag kwam, want ze moesten wachten tot 5 uur op de uitreiking van de prijzen en op de uitslag ook natuurlijk. En het was eindelijk zover de prijsuitreiking met het gevoel van de leden dat het goed was. Want het was beter gegaan dan in Etten-Leur, werd eigenlijk dat gevoel ook bevestigd met het puntenaantal. 87,6 en, of 67 punten kunnen de leden noteren. En daardoor kunnen zij zich met trots een jaar lang tweede van Nederland noemen. Dus een mooi resultaat voor de B-slagwerkgroep Excelsior op het NK Slagwerk. Ja, inderdaad. Ja, ondertussen staat hier de tv aan met de winterspelen. Weet je dat het eigenlijk de eerste keer is dat ik iets van de Olympische Spelen zie? Van deze Olympische Spelen bedoel je dan, neem ik aan. Ja. Nou ja, ik kijk zo heel af en toe even wat dingen. Maar het valt me wel op dat het elke keer misgaat bij die snowboarders, hè? Ja, ik heb... Eerst bij de vrouwen en nu zie ik dat de mannen er ook niet... Ja, maar wij zijn toch ook weer geen snowboardland. Nee, wij doen het op het schaatsen weer beter. Hè? Volgens mij is het goed om nog even een stukje muziek te luisteren. Voordat we zometeen nog een nieuwsberichtje doen en naar de trek van de week gaan. Ja, ja, want daar kan natuurlijk nog op gestemd worden. En ik moet zeggen, er is weer flink gestemd afgelopen week. En het ziet ernaar uit dat de Maastrichtse Verkennersband wederom gaat winnen deze week. Maar goed, hè, het ziet er naar uit. Er kan natuurlijk nog wel wat veranderen. Maar dan zullen er toch 20 stemmen. En het zijn er precies 20. Als er niks gebeurt bij de MVB, dan zijn het er nog 20 voor de Floraband die erbij moeten komen. Oftewel 45 om 26 op dit moment. Mocht je daar nog verandering in kunnen of willen brengen, dan kan je dat doen op www.ballisticbrass.nl. En wij gaan tussentijds nog even luisteren naar een stukje muziek van de CD Brass, Drums en Voices. Van de CD Brass van Advendo. Volgens mij een nummer wat we nog nooit hebben gedraaid. Fascination. Nee, volgens mij hebben we die nog niet eerder gedraaid. Nee, dat maar wel een lekker nummer.
Zo. Zo, ik heb ook eindelijk mijn Twitter-account eens even geopend hier. Wat dan? Nou, ik heb hem even opengezet op de TweetDeck. Ik dacht van, dan kunnen we ook een beetje bijhouden wat er allemaal gestuurd wordt. En ik zie dat we toch al 2 berichten gemist hebben. Zo, ja. Wel handig even. Maar er was een berichtje gekomen nog van of alle cd's en alles welkom is. LP's, cassettebandjes, singeltjes. Nou ja, tot op zekere hoogte wel. Ja, LP's ben ik ook altijd wel blij mee. Ja? We kunnen er niks mee, hè? Nee, nog niet. Daar zijn ze mee bezig, hè? Oh, al jaren. Ja, tenminste, dat kreeg ik van de programmeur. Hoe noem je dat? Programmaleider kreeg ik dat terug toen ik dat doorgaf. In ieder geval, ik moet een beetje hoesten. Cassettebandjes kan ik niet zoveel mee. Jij dan? Heb jij nog zo'n ding? Een cassette recorder? Ja. Ja, hij zit nog wel op zo'n standaard radio, hè? Zo'n oude... Ja, maar die kunnen we hier niet neerzetten. Ja, qua geluid zou het wel heel raar worden. Ja, maar nee, dat denk ik laat ook. Het, wow, er viel er eentje hard. Maar laten we het maar even hebben over 3 stuks vallen er. Over cd's, lp's misschien. En anders digitale bestanden. Kijk, ja. Mocht je nou een cassettebandje hebben en je kan er digitaal wat van aanleveren. Dat prima. Is ook goed. Ja, dat graag zelfs. ballisticbras@hotmail.com. Dan kun je ons bereiken. Dus heel graag. Misschien wel even leuk om te noemen. Als je kijkt op www.korpsmuziek.nl. Dan is het natuurlijk ook mogelijk om je evenementen te promoten. We weten dat Tap to Delft ook alweer druk bezig is met hun taptoes. Hun taptoe eigenlijk te verkopen. De kaarten zijn al niet in de voorverkoop gegaan. Volgens mij gaat dat nu over 2 weken beginnen. Vorige week was het over 3 weken. Dus zal het nu logischerwijs nog 2 weken duren. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat als je bij een taptoe zit, dat je het ook wel leuk vindt om... wat is er? Ik zie mezelf. Oh joh. Maar dat je dan dat ook op een website kan plaatsen. En dan kan je ook op korpsmuziek kijken wat dat in kan houden voor jouzelf. Wil je daar nog meer over weten? Dan kan je even mailen naar info@korpsmuziek.nl. En wie weet. Ja, ik heb nog een wat minder leuk bericht. Oh. Ja, want... Vandaar die muziek. Ik denk al, wat is de reden? Ja, het is eigenlijk heel treurig dit. Want een van de cd's die wij hier wel eens draaiden in de uitzending... en die ik dus toevallig vandaag dan weer even niet bij me heb... dat zal misschien wel de laatste cd van deze vereniging zijn. Want we hebben het hier over Showbrass Band Talita uit Vlaardingen. Want ze gaan bijna 50 jaar bestaan. Maar de vraag is of ze dit gaan halen. Ze werden opgericht op 11 april 1964. En momenteel hebben zij 52 leden. Dus een behoorlijk mooi orkest. Ja, het is een grote club. Maar er is iets aan de hand. Want hun gebouw waar zij in zitten, dat is niet van hunzelf. Dat huren zij. Dat deden zij altijd van de gemeente. Mm-hmm. Alleen, die heeft op een gegeven moment toch maar gezegd van... weet je, wij gaan het te koop zetten. En dat was voor een te groot bedrag voor Talita zelf. Dus zij konden er toen nog in blijven zitten. Maar inmiddels is het overgedragen aan een anti-kraakorganisatie... en is de huur met een paar honderd euro per maand verhoogd. Wat deze showbrassband helaas niet heel lang meer op zal kunnen brengen. Dus de vraag is natuurlijk van... ja, gaan zij dit nog lang overleven, ja of nee? Of er moet gekeken worden naar een andere locatie. Maar waarschijnlijk is dat financieel ook niet echt te doen. Ja, dat ligt eraan. Als er iemand is in die omgeving die denkt van... hey, ik kan misschien helpen, want ik weet nog een pand waar het leeg staat... of wat dan ook, waar zij misschien wel in kunnen. Dan graag neem contact met ze op, zodat zij ook door kunnen gaan. Want het zou natuurlijk zonde zijn als er weer een vereniging in Nederland... om zo'n domme reden als deze eigenlijk... ten onder gaat. Ja, nou zitten zij natuurlijk in Vlaardingen. Wie weet kunnen zij met de Rijmelband Schiedam gaan samenwerken. Ja, of Euroband Rotterdam. Of Rotterdam inderdaad. Maar dat je misschien gedeelde kosten voor een gedeelde locatie hebt. Wie weet. In ieder geval, dat is ook allemaal te lezen op www.korpsmuziek.nl. En volgens mij staat er ook nog een tweet. Hart van Nederland, die komt er inderdaad ook filmen. Dat las ik vandaag al. Ja. Om volgens mij dit ook een beetje aan de kaak te stellen, of niet? Ja, dat denk ik wel. Dat doet Hart van Nederland trouwens veel, hè? Van dit soort gevallen. Dus wat dat betreft zeker de moeite waard om eens even over na te denken. En misschien zelfs al mee te denken. Ja, en hopen dat zij in ieder geval flink doorgaan met het, tussen aanhalingstekens, oorlog voeren dan maar. Hè? En het maken van muziek uiteraard, want dat is ook wel hun core business. En het is hopen dat het door kan blijven gaan. Ja, inderdaad. En als we het dan toch hebben over dat oorlog voeren...
Dan gaan we even luisteren naar een stukje The Eve of the War. Ja, zoals iedere dinsdagavond in Ballistic Brass draaien wij ook vanavond weer de track van de week. En elke week staat er een track die, die gewonnen heeft, de week ervoor dus. En een nieuwe track in een poll tegenover elkaar. En samen vechten zij uit welke track hij gaat winnen. Ook wel een stukje oorlogsvoering natuurlijk, alleen dan wel op de vriendschappelijke manier. Voerden ze eigenlijk altijd maar zo oorlog, dan was het een stuk vreedzamer geweest. Nou, inderdaad. Maar goed, ook deze keer dus weer. En we hebben de Maastrichtse Verkennisband al een paar keren gehad in deze track van de week. Ze begonnen met de mars van
2013, potvig, hebben ze 3 keer gewonnen. Toen gingen ze over op de mars van Baikal-Amour Magistraal. De WMC-mars 2009. En ja, dat is in ieder geval nu de vraag. Gaan we deze weer laten horen? Of is er nog het een en ander veranderd waardoor we dat niet gaan doen? Er is nog wel 10 keer gestemd. En deze 10 stemmen die zijn verspreid binnengekomen. Waren de 20 stemmen die Floraband nodig had, is het zo geweest dat uiteindelijk de Floraband er nu nog 15 nodig heeft. Zegt het goed? 25 nodig heeft. Ja. Inderdaad. Dus ze zijn een beetje op achteruit gegaan. Juist. Dus dat betekent dat met een ruime overwinning 65%, oftewel 53 stemmen tegen 28 stemmen, oftewel 35%, heeft de Maastrichtse Verkennisband wederom de track van de week gewonnen. En gaan wij dus opnieuw luisteren naar de WMC Mars 2009, Baikal-Amour Magistraal.
Ja, en voor de derde keer, nee, sorry, de tweede keer luisteren we naar de Baigo L'Amour Magistraal. En dat is dus de vijfde keer van Maastrichtse Verkennersband, wat op zich weer een hele mooie prestatie is. Ja, we maken ze vaker mee, zulke rits of reeksen, moeten we eigenlijk zeggen. KTK, Flora Band volgens mij ook al een keer. Advendo? Ja. Dat weet ik niet. In ieder geval een aantal korpsen die ook al wel een reeks hebben neergezet. En ik denk dat Maastrichtse Verkennersband ook goed op weg is. Want volgende week staan zij voor de derde keer met de WMC-mars van 2009 in de Pol. En dat zou dan ook de laatste keer zijn. Dat zij kunnen winnen. Ja, in ieder geval voorlopig dan even. En wie weet komen ze op de duur gewoon weer terug. Maar volgende week staan ze er nog in. En welke track we er tegenover zetten, nou, die gaat Adrie even laten horen. Ja. Wie kent het nummer niet, hè, als die begint? Ja, ik ken hem wel. I'll Be There For You, ook wel van de gelijk van de titelsong van de serie Friends, jaren terug. Ja, dat bestaat niet meer tegenwoordig, toch? Ze alleen hebben, op DVD. Hebben ze niet laatst een reunie gedaan of zo, zoiets? Dat zou best kunnen. Ja, zoiets dacht ik. Dit nummer werd in ieder geval uitgevoerd door Advendo, Snake en ook weer van de cd Brass, Drums en Voices. En dan natuurlijk wel van de cd Voices, want je hoorde er ook in gezongen worden. Dus I'll Be There For You. En daartegenover staat dus het nummer van de Maastrichtse Verkennersband. Ja, inderdaad. En nou, ik ben heel benieuwd welke het gaat worden volgende week. Ik ga hem er zo meteen gelijk even opzetten, zodat er ook weer gestemd kan worden natuurlijk. Want dat is wel even heel belangrijk. Want ja, anders hebben we volgende week helemaal geen winnaar. Nee, en dat is dus zo dadelijk. Dan komt hij ook online. Kun je natuurlijk op Twitter zien welke track. En dan tenminste waar je op kunt stemmen. Wil je dan ook nog even naluisteren op welke track je kan stemmen? Dat kan dus als je onze uitzending hoort in het archief. En nou, volgens mij komt hij altijd vrij snel. Nadat het programma afgelopen is. Online, meestal een dag of twee hooguit daarna in het archief www.ballisticbrass.nl, waar het dan terug te luisteren valt. Ja, inderdaad. En misschien is het nog wel even leuk om te zeggen, dat kregen we net als berichtje door via de Twitter in ieder geval, dat ons programma ook via TuneIn mee te luisteren is. Ik ken dat eigenlijk niet. Nee? Nee. Oh, dat is dan weer jammer. Maar wat is het dan voor de misschien ook niet kennende luisteraar? Ja, nou, dat is op je mobiel een app. En dan kun je dus naar internetradio luisteren. En wij zijn te vinden daar via Wereldwijd Oldebroek. Dus als je daar op zoekt, dan vind je Loco. Dus in plaats van dat je gaat streamen via bijvoorbeeld Nederland.fm of hoe heet dat, die website? Ja, kun je het ook via TuneIn doen. Tenminste, via je mobiel dan, hè? Want ja, via internet kun je het net zo goed daar naartoe gaan. Ja. Zullen wij nog even een nummertje draaien? Gewoon omdat kan. Als jij nog muziek hebt, heel graag. Nou, ik heb even bij passende muziek van de Winterspelen gezocht. Ja, want we zien natuurlijk ook wel redelijk wat sneeuw. En de mensen die via de webcam kijken zien nu reclame. Maar de rest zagen zij redelijk wat sneeuw voorbij komen. En volgens mij klinkt het ook wel wat sneeuwachtig. Ja, daarom. Dus we gaan gewoon lekker luisteren naar Mistrinjanka.
Ja, dat was dus een mooie polka. Of ja. Zag ik dan iets verkeerds? Nee, dat zeg jij niet verkeerd. Maar je wou zeker ook de titel nog weten, of niet? Mistrinjanka. Nee, dat was het orkest wat het speelde. Mistrinjanka. Maar dit was de... kom op, je kunt het. 1, 2. De Swatborska polka. Juist. Ja. Nou, en ik ga het niet nog een keer zeggen. En ondertussen staat de poll van de track van de week online. Je kunt dus stemmen op I'll Be There For You van Advendo Snake. En dat is inclusief de zang die je er gewoon voor niks ook bij krijgt. Als je daarop stemt. Gratis en voor niks. En nou. Wat ik heel knap vind, Baike L'Amour Magistrale, die staat nu op 100%. Terwijl er nog geen één stem is uitgebracht. Ja, maar dat denk jij, hè? Dat denk jij. Maar als ik dan nu nog een keer kijk... Dan is er nog steeds geen stem uitgebracht. Hè? En het blijft zo staan. Dus ik weet niet wat die website met polls doet. Maar er zit wel een enige foutmarge in. Nou, maar dat is waarschijnlijk dan omdat hij dan vorige keer gewonnen heeft. Daarom is dat. Of met de B begint en daardoor dus eigenlijk bovenaan staat. Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Ik denk dat het is omdat hij gewonnen heeft. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar ik zag dit liedje staan en jij zei dat het wel een leuke is. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het klinkt. Het is in ieder geval van Brassband De Bazuin uit Oenkerk. Van de CD Concert Music. En zij gaan uitvoeren Be a Clown. Het laatste deel was van Radio 1 volgens mij, wat je altijd met het oog op morgen. En dan las ik laatst dat de presentator Thijs van der Brink, die stopte volgens mij mee. Maar dit nummer, Be a Clown, werd in ieder geval uitgevoerd door Brassband De Bazuin uit Oenkerk. Ja, lekker nummer, al zeg ik het zelf. Hè? Niet echt een cd waar we vaak wat van draaien, zouden we vaker kunnen doen. Ja, maar de rest van de nummers is ook niet heel erg. Ja, is een beetje lang allemaal en zo. Oké. Okay. Dus niet echt heel erg geschikt voor dit uur Ballistic Brass in ieder geval. Nou ja, voordat we weer aan het einde zijn gekomen, want er staat op de klok nog 4,5 minuut. Wou jij nog iets vertellen? Nee, ik wou niks zeggen. Wou ik nog even aangeven dat er de oorlogsvoering via de poll eigenlijk alweer meteen is losgebarsten. Ondertussen alweer 5 stemmen. En wil je daar nog verandering in gaan brengen, dan heb je dus tot volgende week de tijd. Volgende week dinsdagavond in ieder geval rond 6:30, 7:50. Dan zullen wij weer de track van de week gaan draaien. En wordt het dan Baike L'Amour Magistrale voor de 6e en daardoor ook de laatste keer dat wij iets van de Maastrichtse Verkennersband draaien in deze reeks? Of gaat het Advendo Snake worden met I'll Be There For You? En daarvoor kan je dus kiezen op www.ballisticbrass.nl. Ja, en op de achtergrond hoor je ook alweer onze eindtrack ingestart worden. Dat betekent dus dat wij echt aan het laatste nummer van dit uur zijn gekomen. Ja, ik dacht een gouden ouwe weer. Want we proberen toch een beetje elke uitzending vast te houden. Eén gouden ouwe. Nou, we hebben dit keer toch wel een aantal wat meer gouden oude gehad. Ja, dat is waar.
Maar deze vond ik wel weer even leuk. En bovendien, we horen genoeg volwassen korpsen natuurlijk. Maar jeugdorkesten, die horen we niet zo vaak. Dus bij deze, Jong KNG met Midway natuurlijk, hè. Ja, en mocht je nou vanavond om 22:30 nog niks te doen hebben, kijk dan ook even naar SBS, omdat daar dus ook uitgezonden wordt wat betreft Talita Vlaardingen. De schrijnende situatie al daar. En nou ja, mocht je daar dus in ieder geval nog ideeën, meningen, geld misschien wel voor over hebben, wie weet kan dat hun redden. Het zou mooi zijn als zij de 50, de 60 en natuurlijk ook gewoon weer de 75 jaar gaan halen. Maar goed, dat hangt nu toch wel echt aan een zijden draadje. Ja. Inderdaad, dus laten we afwachten wat er dan gaat gebeuren. En nou ja, we zien het wel op korpsmuziek verschijnen, mochten ze gered worden of wat dan ook. Ja, en wil je ons programma nou terugluisteren om bijvoorbeeld nog een keer de tonen te horen van de track van de week, dan kan dat zodra hij weer online komt. En volg daarvoor ook onze Facebook en onze Twitter-account. Dan zie je daar vanzelf een link in komen. En dan kan je het programma helemaal naluisteren. Met daarin natuurlijk ook de eerste tonen van de twee mogelijkheden wat betreft de track van de week. En zoals gezegd, volgende week dan hoor je degene die gewonnen heeft. Ja, ik denk dat het goed is geweest. Wij gaan zeggen tot volgende week. Tot volgende week. En 107.6.